We gaan vandaag trick-or-treat doen, dus dan gaan we op straat. En we gaan proberen geld te verdienen. Dat doen we dat soms wel. Gewoon even op straat. Money cash verdienen. Ik zal ze tussen ze bieden. Oké, nu ga ik even een masker kiezen. Oké, jongens, we zijn net helemaal klaar met onze schminken. Alleen zo'n beetje schminken. Oh, pas op, hè. We hebben geweertjes, valse geweertjes. Dus Halloween nacht. Here we go in. Oh jongens, we zijn nu eindelijk even op straat. We hebben sowieso geen haat. Want we zijn op de straat. Ja, we hebben haat, wat leuk. We gaan nu richting de dorp. De werk, je weet toch, Casablanca. We gaan daar zo'n beetje chillen. En dan, ja. Look at this dude, man. Look at this dude. En nu gaan we ergens aanbellen. De jongen is zo slim. Je moet hier gaan staan. Ja. Je moet hier blijven staan. Oké. Okay. Je moet wij een wapen wel richten. Oké. Okay. Jongens, I got a weapon. Voor klassen. Voor zombies. Zombies! Oké, okay, hij gaat nu aanbellen. De jongen. Ja, volgende huis. We gaan nu naar een gestoorde freak. Het is geen gestoorde freak. Voor die Fortnite-video's. Die Fortnite-video's die komen nog aan met de camera. Die komen er nog aan, want ik heb die camera nog niet gekregen. Dus mijn moeder zegt voor kerst. Ik zeg, ja, wallah. Je bak is wallah. We gaan nu zo bij een meneer. Het is wel echt dat ze een muur aan mijn bijlen heeft. We gaan ze zeggen, hé meneer, doe je mee aan Halloween? Gaan ze zeggen, hé wa, hé wa. Doe je mee aan Halloween? Oké, we zijn nu aangebeld. Ik moet een beetje fluisteren. Want die meneer kan elke seconde aankomen. Trick or treat, hier is een boven je leven. Allee, de man gaat weer altijd anders zeggen. Hè. Dan denk je altijd, ik ben een echte. Ik zeg toch, niemand doet hier open om 1 uur s'nachts. Ja, het is 1 uur s'nachts en die jongen denkt dat iedereen hier gaat openen. Het is 1 uur s'nachts, wat denk je? Wat is maar. Doe normaal. Dan gaat deze jongen nog even zo aanbellen, hè? Dat is dom, hè? Ja, ik ga door, jongens. Zo, Fabien. Ga stop maar aanbellen. Kijk, ze biedt zit er gewoon zo'n baby, hè? Baby te slapen. Blijft die jongen een kutkind hier te aanbellen. Wat denk je wat hij gaat doen? Toch politie bellen? Gezocht normaal? Allee, tot morgen. Hè. Kijk, wat denk je nu om middernacht? Ga je denken, oh, een brandlicht. Mensen gaan open doen. Zie deze job hier rennen. Die mensen doen sowieso open. Ik ken die mensen. Ja, dus jongen, auto, dat boeit ons niks. Oh, ik moet weer hier blijven. Nee. Even kijken, we zijn al 3 minuten bezig. Ga maar niet doorkijken naar de ramen, puta. Zijn er mensen binnen? Oh, puta, is hele familie. Ik ga aanbellen met pistool, jongens. Hallo meneer. Trick or treat. Ja, sorry, we zijn met Halloween bezig. Sorry, wij komen juist thuis. Ik kom juist thuis, jongens. Ik moet dat. Sorry. Oké, sorry. Ja, dat denk ik wel een tof feestje. Pak eens. Wil je shout-out doen naar iemand? Shout-out naar mijn moeder. Van de buurt. Deze man. Gast!
Voilà. Hij kijkt, hij zit daar. Hij denkt zo, ik zit daar in huis. Hij denkt, ik ga direct daar binnen. Is dat gestoord of is dat gestoord? Is het licht dan nu aan mij of... Normaal, ja. Je geld en overleven. Ik ga zo recht iets zeggen. Oh Jesus, dat licht dat springt hier aan, man. Dat licht dat springt hier aan. Ik moet dat licht niet meer hebben. Dat licht springt. Oh Jesus, kom die wat. Ik moet de scheet los. Ah, meneer, ik ga je direct uitleggen wat er aan de hand is. Dus ja. We zijn met Tinkle Tweet. Ja. En we vragen om snoep of je leven. Ah, ja, ja, oké. Okay. Dus... Snoep. Ja. We hebben snoep gedaan. Ja, dank je. Heb je een zak of zo? Nee, we hebben geen zak bij. Ja. Dat zijn we vergeten. Dit is een jongen, hè. Of geld, dat mag ook. Veel geld mag ook. Gedraag je, we zijn hier in een rijkhuis. Oké. Ik ben echt zo aan het kijken van shit. Shit happens, dus ze wil dat tonen van snoep. Joep. Onze eerste winst, jongens. Chocolat en een paar lollies. Niet met ver aan ben. Kom. Nee, je wordt gepakt, man. Als jij, ik loop weg. Ah ja, jij moet echt lopen. Vind ik gaan met een nachtwinkel. Ja, man. Maar dat is fucking ver. Nee, dat is fucking ver. Nee, dat is te ver. Dat is maar te kom ver. Ik gewoon shoppen naar daar? Maar gaat dat fucking ver? Maar die heeft te veel snoep. Snap je? Ja, man. Nee, die gaat dat niet geven, hè. Jij bent... Je denkt, je gaat... Oh nee, ik ga niet dat woordje zeggen. Want dan gaan er allemaal haters komen. Oh, handboe. Gaan kijken als de jongen dan slaapt en dan gaan we, aanbellen bij die jongen. Welke? Die snoep toch? Jezus, doe zo mijn liggen. Niks als zijn moeder daar aan de deur. En die zei zo, hallo. Oké, stem nu. Een like is één pistool in de struik. Eén like is één pistool in de struik. We komen hier helemaal terug voor één pistool in de struik. Vijf like? Nee, man. Eén like is... like kun je zelf geven, hè, jongen. Ewa. 10 likes en één pistool... 10 moeders! 10 likes met één geweerkapot. Ja. Sorry. Ja, guys, we zitten hier af in een bushokje! En het is hier nog wel best vrij donker, dus ik moet goed filmen. Nee, ik ga zo doen. Gast, het is geen jachtseizoen, hè. Oh, damn, mijn outfit Gucci, 2000 euro. Oké, dat is Louis Vuitton, ik spreek zijn pek. Ewa. Nou, die meisjes zo laat, die moeten we pakken. Je snapt dat toch? Jongens, nu is het gewoon tijd. Nee. Ik moet even zo'n muziekje achter plakken. Ik zal zeggen, nu. Oké, nee. Oh, Jesus. Allee, dag, hè. Fucker. Hier, mijn beste vriend. Het is 1 uur 's nachts. Ik heb je wapen niet meer. Jongens, kijk wat hij heeft gedaan met mijn wapen. Hoe op de kloten? Dat is een beetje naar de kloten. Dat is 2 euro, hè? 2 euro.
Oké, okay, jongens, na 10 minuten stappen ze weg naar de nachtwinkel. Nachtwinkel. Ja, nachtwinkel. Nachtwinkel. Ik ben hier gestuurd. Er zijn wel mensen in huis, man. Wat komt er? Wat zien er wel mensen in huis? Jong. Er zijn geen mensen in huis. Een rietpistool. Weet je. Hola. Het is Halloween. Ah ja. Maar... Ja, zeg je maar. Oh, bij Snoep. Snoep? Ja. Wat doe je? Zo Halloween. We gaan zo aan alle huizen gaan en zo vragen voor Snoep. Wat mag je? Ja, wat mogen we pakken? Je hebt toch gezegd Snoep? Ja. Mag ik pakken? Eentje mag pakken? Ja. Eentje. Oké, okay. Bedankt hè. Ciao. Ja. Ciao. Gemakkelijk gaat dat dus, hè? Zo, gemakkelijk. Ja, een fietsje in de vraag. Zo gemakkelijk. Fixen wij makkelijk. Zo gemakkelijk. Fixen wij. Gewoon Snoep. Zo gemakkelijk fixen wij dat dus. Dat gewoon even naar de nachtwinkel en zegt het is Halloween. Er staat toch geen Nederlands. En dan moet je gewoon zeggen, Snoep. En dan gaan ze denken, motherfucker, blijf van mijn Snoep. Kom. Fuck. Als je niet wat snoepjes hebt. Snoepjes? Ben je loco? Jongens, we gaan zingen dus. Met een wapen, we zingen. Kijk, het is Halloween, mogen we alsjeblieft een gratis pakje fruit. Gas, nee, wolle, nee. Gas, dat ga echt. Kijk, hij mag dat nu doen, hè. Allee, ga maar. Gas, ga maar. Ik wacht hier, oké? Okay? Kijk, luister. Die jongen, hè, deze jongen, gaat nu gewoon naar frituur en gaat zeggen, het is Halloween, geef ons friet. Kijk, hè, als ik naar friet kom, hè, die gaan zeggen, pak friet, dan geef me geld. In je pomp, jongen! Ja, gewoon een oom. Ik kan wel weer, hè. Snoep of... Ja, oké, ciao. Oké, jongens, wij zijn nu denk ik al 2 minuten verder, denk ik. 2 minuten, ja. Die man is nog steeds niet hier. Ik hoop voor hem dat hij friet heeft. Anders is er geen plezier. Jongens, hij is eindelijk terug. En wat heeft hij gekregen? Snoep. Jongens. Hij fucking Snoep. Zeg je wel een friet, hè? Jongens, jij weer een friet. Godverdomme. Ik wens nu zijn keer friet. En dan krijg ik gewoon geen friet. Kijk. Pak 10 keer long. En ja, jongens. Ik zie jullie thuis. Yo, kijk, zo weer terug en kijk wat wij hebben een chocolaatje. Een heel lekker zat, een bruine. Laten we het lekkerste. Dan worden ze ook eens eten, jongens. Hoppa, dit is hem. Godverdomme. En ik heb hier. Ik heb ook nog van iemand sperma gekregen. Nee, dit zijn de slechte. Sperma. Ja, man. Wat mij betreft, fucking lekker. Man. Het is ook helemaal gratis, dus alleen. Kom even naar de nachtwinkel. Dat is gratis, man. Oké. Het is net dat ik jullie thuis zie. Dan zeg ik wel. Maar soms ook niet. Dan zie ik jullie. Ze zijn bij de pipi. Allee jongens, de Johnny is weer terug. Of hij is weg. Als hij ons achtervolgt, dan weten we dat we de kaart genoeg zijn. Want dan snoep je 1 snoepje. Dit. Halve. Nee. Dan maak ik een hele. En ik heb een homo. Hij geeft me zelf nog geen 1 stukje. Hè. Hij gunt mij niks. Hij gunt mij niet, die hond. Nee. Oh, kom, we gaan weg van hem. Kom.
Nou, laat hem. Fuck you. Oké, ik heb weer gewoon al gelogen. Want ik zeg thuis. Jongens, ik lieg echt te hard. Dus ik wil echt stoppen. Vertrouw echt die busjes niet, jongens. S'avonds, je bent met twee alleen. En je ziet zo één busje afkomen. Geloof me, op dat moment. Als jullie nu kijken thuis, is dat niks, hè. Op dit moment, hè. Wat is het in de auto's hier? Oké, jongens. Ik zie jullie wel in de Smallfoot.